Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit Bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken? Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn? En het woord is voor iedereen, ook voor de mannen, ook voor de singles, ook voor de vrouwen en ook voor de moeders. Hè? Helemaal, dus daar zijn we allemaal blij mee. Ik hoop dat je pen en papier bij je hebt. Eventjes altijd aantekeningen maken, daar houden we van. En ik had even gevraagd, punt A, we beginnen eventjes dingetjes van Moederdag. A, we zijn dankbaar voor moeders. Gewoon dankbaarheid is altijd goed. Is überhaupt goed voor je lijf, maar moeders die doen de troost, de zorg, de extra hulp, onvoorwaardelijke liefde, opvoeding, wijsheid, 's nachts er ook uit, weet je wel. Nou, dat zijn dingen waar we echt wel een beetje onze moeders ook voor mogen bedanken. Het is niet zomaar gewoon of zo. En ja, B heb ik opgeschreven. Het is goed een moment te hebben om te eren. Gewoon, dat is goed. Er staat in het Oude Testament, er staat van eer uw vader en uw moeder, voor het goede, hè. Eer ze daarvoor en dan staat er een belofte. Dat is de enige waar een belofte aan staat, opdat je een lang leven zal hebben. En dat is zo wijs, dat is zo goed om dat te hebben. En dus, eer je vader en je moeder. Straks hebben we ook nog een keer Vaderdag. C, God is een God van generaties, van dingen samen doen, maar ook voor een nieuwe generatie. En daar ga ik straks wat meer over zeggen. En dat is ook mooi. En weet je, zoals dat samen doen, daar zit ook een kracht in. Psalm 133 is altijd mooi. Vandaar gebiedt de Heer zijn zegen, daar waar je dingen samen doet. En dat is ook een keuze om samen te doen, niet een gevoel. En dan kom ik bij D. De zegen van een Godvrezende, en er staat niet moeder, er staat vrouw. En dan denken de mannen en ik dan, jullie komen ook. Daar begin ik zo meteen mee met de mannen. Maar dat is allemaal een stukje uit Genesis 24. En ik hoop dat je thuis Genesis 24 gaat lezen. Heel belangrijk. Heel goed. Genesis 24 vanaf vers 1. Abraham, dus alle mannen. Jawel, ik begin met jullie. Abraham, nu was oud. Ik zeg niet dat jullie allemaal oud zijn, hè. Abraham nu was oud en op dagen gekomen. En de Heer had Abraham in alles gezegend. In alles. Lieve mensen, vrouwen, zegen voor je man dat ze oud worden en in alles gezegend worden. Dat is zo belangrijk. In alles. Weet je, mannen, verwacht dat. Bid dat ook. Heer, ik wil op elk gebied, op mijn werk, thuis, met mijn gezin, met mijn familie of met vrienden. Ik wil overal in alles gezegend worden. Lieve mensen, je kan nu naar huis gaan. Want als je dit hebt, dat ik in alles gezegend word. Ook vrouwen, hè, dan mag je ook daarin gewoon bedenken. Hé, hey, in alles wil ik gezegend worden. Dat is, wil je dat? En vraag je daarom, bid daar eens om. Heer, ik wil oud worden en in alles gezegend worden. Waar ik ben en hoe ik dingen doe, dat daar een zegen op zit. Dat is mooi. En vers 12. Want hier heb je Abraham. Hij had de belofte voor het nageslacht. Er leek er eerst helemaal niet op dat hij nageslacht kreeg. Want hij was oud. Dat hij geen kinderen meer kon krijgen. En dan zie je vers 12 dat hij zijn knecht stuurt. Ik ga het even samen lezen. Toen zei hij, Heere, God van mijn Heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren. En bewijs uw goede tierheid aan Abraham, mijn Heer. Weet je, hij zegt tegen zijn knecht, ga op zoek, ga op weg voor een vrouw uit te kiezen voor mijn enige zoon, Isaac. Want anders heb je nog geen nakomelingen, man, vrouw. Dus, en dat is heel interessant. Hij doet dat biddend. En ik denk wel eens, als wij op weg gaan, bidden we ook. Wat bidden we? En hier staat, en dan dacht ik eventjes van
Hij bidt in zijn hart. Laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs uw goede tierheid aan Abraham, mijn Heer. Dat is een mooi gebed. Heer, bewijs uw goedheid, uw goede tierenheid aan een ieder. Dat is mooi. Dat is mooi. En daar word je ook zo blij mee als je dat bidt voor een ander. We hebben zo lang gebeden voor een jarige, Annemieke, vandaag. En ze is moeder. Vandaag op moederdag. Haar eerste moederdag vandaag. En dan denk ik, heer, wat een mooie zegen is dat. En dan loop je haar vanmorgen tegen het lijf. En denk ik, ach, ze is jarig en voor het eerst ook moeder en daar ook lang op moeten wachten. En ze is zo blij. En dan denk ik, mensen, je bent zo blij omdat je gebeden hebt voor de goede tierheid voor een ander. Lieve mensen, laten we dat doen. Familie zijn, dat is het thema. We hebben elkaar nodig. Eén is maar alleen. Eén kan 1000 verslaan. Twee kan het 10.000 verslaan. Je hebt elkaar nodig in troost, bemoedigen, helpen om gewoon elkaar te doen opleven. Dat is zo mooi, opreizen. Nou, vers 13. Genesis 24, vers 13. Zie, ik sta bij deze waterbron. Dat is die knecht, hè, van Abraham. Zie, ik sta. En Abraham is belangrijk. Niet alleen het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament wordt er iets gezegd over Abraham. Er wordt gezegd dat zijn geloof, dat dat een voorbeeld voor ons is. Nou hier, ik sta bij deze waterbron, dus hij staat bij de waterput. En de dochters van de mannen van de stad komen water te putten. Laat het zo zijn, dat zegt hij in zijn hart, dat het meisje tegen wie ik het zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. En als dat meisje dan zal zeggen, drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Ik hou helemaal niet van kamelen. Ik vind geen mooie beesten. Ik vind ze sloom en ze lopen. En als je, ik ben één keer erop op die rug geweest met die bulten, die hangen alle kanten op. En het is, die beesten, ik vind hun neusgaten niet mooi. Veel te grote ogen. Ze hebben altijd een beetje zo'n kop die heel nieuwsgierig kijkt. Die beesten, ik vind heel, ze lopen heel langzaam. En ja, ik weet niet, ik vind die beesten niks aan. Hele grote, ja, nee, die snuffert vind ik al helemaal niks. Ik hou niet van kamelen. Dus, als nou die knecht had gebeden en ik kwam daar bij die put, zou ik nooit gezegd hebben, denk ik, ja, ik wil u wel wat water geven. Ik wil voor u putten en zo. En dan ook nog die 10 rotbeesten. Dat zou ik niet gezegd hebben, denk ik. Maar hier wel. Hier is iemand. Want hij deed dat biddend in zijn hart. Vers 45, die lezen we nu niet, maar daar staat dat hij dat in zijn hart bad. Lieve mensen, als wij dingen doen, doe het biddend, met een biddend hart. Niemand hoeft het te zien, niet met je mond, niet vroom, niet op de hoek van de straat. Niet dat jouw hele gezin ziet hoe vroom jij wel niet bent. Hallo, biddend in je hart. Laten we alle kritiek, alle boosheid, alle frustratie, alles met het verleden uit ons hart halen. Maar laten wij biddend zijn met God. Laat dat in je hart zijn. Een gebed in je hart. Een gebed. Nou, en dan is hij aan het bidden. Weet je wel, hier. Nou, zo die rotbeesten, die kamelen bedoel ik. Laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen, drink. En ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Ook dat nog. Dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn Heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde voordat hij uitgesproken was. Hoe vaak bidden wij dat voordat jij klaar bent met je gebed, God al met een antwoord komt. Dit antwoord was al onderweg. Voordat hij klaar was met de vraag, was het antwoord al voor hem, stond daar voor hem. Lieve mensen, God is goed. God is groot. God weet van tevoren al wat wij vragen. Als wij het goede hebben, over hebben voor een ander. Dit was een slaaf die dat voor had voor zijn meester. Als wij dat hebben voor onze ouders, of voor onze kinderen, of voor onze partners, of voor onze vrienden, of voor wie dan ook. Heb het goede voor met de ander. God verhoort al voordat jij klaar bent met de vraag. Wauw, wat een God. Wat een God, mensen. Die God kunnen we eren. Dat is mooi, hè? Worden we helemaal stil van? Ja, dat snap ik. Jullie zitten allemaal nog te denken aan die rotkamelen. Nee, ja, ik snap hem allemaal. Ja, en dan gebeurt dat ook. En zij doet dat ook. Ik geloof het karakter waar Gods oog op valt, is of jij en ik behulpzaam zijn en meer doen dan normaal is. Meer doen dan gevraagd
meer doen dan eigenlijk verwacht wordt. Dat is een mooi karaktertrek. En God zag dat. En die dacht, dat meisje wil ik gebruiken als moeder voor een heel volk. Volk Israël. Ik vind het nog steeds bijzonder. Ik heb het niet over de politiek in Israël. Ik heb het over dat de beloftes van God voor Israël werkelijkheid worden in onze tijd. Wat een voorrecht dat we nu leven. Wonderlijk genoeg. Wonderlijk genoeg. En dit is geen spaghetti. Ik kom weer terug zometeen op het woord. Ik zeg het er gewoon weer bij. Anders krijg ik weer een mail over spaghetti. Oh, kritiek gesproken. Kan ik tegen? Jawel. Maar is niet leuk. Ja, nee. Maar ik kan tegen. Dus jullie kunnen ook tegen. Ik ga zo. Ja, mannen, ga maar mee. Ik hoop dat ik die mannen meekrijg. Want die snappen niet altijd spaghetti. Maar ik wel. En in 1947 in Israël was een herdersjongetje en die was een schaap kwijt en die gooit met een steentje en dat steentje valt in een grot van Qumran. En daar valt hij op een pot waar de boekrollen in zaten, verstopt, een paar duizend jaar. Ze hebben de boekrollen onderzocht, archeologen, en het blijkt dat op één letter die niet goed gezien werd of vertaald of wat dan ook, maar verder, 100%, is de boekrol precies zoals de Bijbel nu is. Het bewijs dat de Bijbel in 2000 jaar niet verzonnen, niet veranderd, niets aan toegevoegd, maar dat die klopt. Gods woord is waarheid, nu nog steeds, en het klopte met toen. Dat is al mooi, dat werd bewezen. Maar ze sloeg het stukje open van Jesaja. Was de eerste boekrol die ze toen vonden, 1947. En daarin stond dat God zei, ik zal mijn volk het beloofde land geven. 3 maanden later werd de VN-resolutie getekend. Er was een plek weer voor het volk Israël. Lieve mensen, gebeuren dingen. Ik vind het mooi. Het is mooi om te zien dat Gods woord waar is. En dat hij ook het zegt van tevoren. 3 maanden van tevoren. Dat is een profetisch woord toen. Dat is mooi. Ik ga gauw verder. Nou, jullie willen nog de volle zegen hebben. Krijg je? De volle zegen krijg je. We zijn er nog niet. Vers 48. Ik knielde en boog mij neer voor de Heere. Ik loofde de God van mijn Heer Abraham. Is dat het goed te zeggen? Heer, dank u wel. Die mij op de goede weg geleid had. God wil mij en jou op de goede weg leiden. Hij wil ons op de goede weg leiden. Er is ook een verkeerde weg. Er is een goede weg. Vanmorgen hadden wij 4 kinderen waar we weer voor gingen bidden. En je bidt dat ze geleid worden op de goede weg. En dat ze altijd in zijn koninkrijk zullen blijven. En hem zullen dienen met hun hele hart. En goede keuzes zullen maken. Ik ben er nog niet. Haha. Vers 56. Maar hij zei tegen hen, houd mij niet op. De Heer heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Het was de knecht. En kan je voorstellen dat meisje Rebecca, die uitgekozen wordt, die dus die 10 rotbeesten drinken gaf, hè? En die kamelen. En wat dan grappig is, dat meisje, ja, de familie zegt, en ook de broer, ja, we willen jou graag nog 10 dagen hier zien. En dan zegt die knecht, hé, wacht even, God heeft ons voorspoedig gemaakt, dan gaan we niet lantefanten. Nu gaan we niet wachten. Nu gaan we niks vertragen. We gaan gewoon door. God was in de snelheid. Nou, dan vertrouwen we hem. We gaan door. Dus hij blijft daar niet meer 10 dagen. De familie wilde dat. Ouders willen natuurlijk altijd dat hun kinderen vlakbij hun zijn. En was altijd wat. Oh man, ik heb altijd gedacht vroeger. Oh, ik was bij jeugd met de opdracht. En dan zat je in het buitenland. En dan dacht ik altijd, Heer, ik wil niet zo ver weg van mijn vader en moeder eigenlijk wonen. Ik wil graag bij Nederland blijven. O Heer, ik was in België. Als ik maar geen Fransman. Als dat maar niet mijn man wordt. Ik heb trouwens Franse familie. Maar Heer, ik zei, ik wil geen, want ik ben niet goed in Frans. En al helemaal niet in Engels. En Duitsland hoeft van mij ook niet. Heer, ik wil graag een Hollander. Hoe blij was ik dat ik eerder al tegen het lijf liep. Oh, gelukkig. Hij sprak Nederlands. En ja, helemaal blij. En nog steeds blij. En dan waren we afgelopen week nog steeds, waren we zelfs in België, ja, om daar te dienen. Oh, hij was trouwens daar bij de mannenconferentie en de week daarvoor waren we samen. Hé, hey, en dan staat er, vers 56. Maar hij zei tegen hen, oh ja, voorspoedig hebben we al gehad, vers 60. En zij zegenden Rebecca, dus die ouders en die broer, zij zegenden hun dochter en zus. En zeiden tegen haar, en nou komt die zegen, zuster van ons, word tot duizenden van 10.000. En laat jouw nageslacht in bezit krijgen
de poort van zijn vijand. Wauw. Dit is een geestelijke zegen. Rebecca krijgt niet tienduizenden, tienduizenden kinderen. Natuurlijk, biologisch. Nee, dit is een geestelijke zegen. En deze zegen is voor mannen en vrouwen. Deze zegen wordt hier aan Rebecca gegeven voor een volk van de Heer. Deze zegen, een geestelijke zegen is dat jij en ik invloed hebben om mensen te helpen. Dat ze God kunnen leren kennen. En hier staat, duizenden van tienduizenden. Bid eens voor die zegen. Zegen, ouders, jouw kinderen, met een hele grote zegen. Ja, je geeft ze een hele grote zegen. Wat denken we dan aan? Een caravan of zo, of een boot, of weet ik veel wat. Wat denken we dan aan? Hallo, dit is een mooie zegen. Word tot duizenden van tienduizenden. En laat jouw nageslacht in bezit krijgen. De poort van zijn vijanden. Ik bid voor deze stad. Dat waar gedwongen prostitutie is, in mijn stad, dat dat weggaat. En als dat nog nooit is weggegaan, als iedereen zegt dat kan niet, dan heb ik een God die groter is dan regels of gewoontes of tradities of onrecht of wat dan ook. Maar er is een God die groter is, die meer kan dan wat ik kan bedenken of beseffen. En die God kan mij het antwoord geven op mijn gebed. Zelfs voordat ik klaar ben met bidden. Ik zeg, Heer, ik wil niet die raamprostitutie in mijn stad. Klaar. En niet dat één straat gaat stoppen, maar allebei de straten. En als wij net zo'n hoog aantal bijen hebben als Amsterdam, dan vind ik dat schrikbarend. Dan zeg ik, Heer, het moet stoppen. En dan denk ik van, en dan zegt iedereen, ja. En dan de zalving verbreekt jukken. Dat kennen we, Psalm 133. De zalving verbreekt jukken. Lieve mensen, Erold was donderdag of vrijdag, ik weet niet meer, hij is zo vaak weg, maar hij sprak pas met Jeffrey Rachmat, geloof ik, in Amsterdam, op Schiphol. Ik geloof dat dat vrijdag was. En donderdag was. En toen, wat gebeurde er? En het was geloof ik woensdag. Ja, dat kan ook. Weet ik het. En ik word niet oud, zeg ik. En die zei, hij had een openbaring over Psalm 133. Want dan staat er in het Engels dat wie samen gaan, wij zeggen dan eenheid, dan waar de eenheid is, dan gaan we vaak heel vroom kijken, religieus, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En dan denk ik altijd, dat is zoiets, hè. En dan, dus ik dacht altijd, daar is iets anders mee. Maar daar staat zo mooi, waar mensen eenparig in eenheid dus dingen doen, dan staat er, en dan ook voor zusters, gebroeders, maar ook zusters. Daar staat, daar gebiedt de Heer de zegen. En dat, wat is dan die zegen? Dan vloeit dat van de baard van Aaron. Dan, dat snappen we nog. De zalving vloeit van het hoofd naar de baard van Aaron. Dat snappen we. Oorzaak en gevolg. Ik doe mijn best voor eenheid. Heer, dan zal er een zalving vloeien van boven naar beneden of zo. Dat, hè? Maar nu komt hij. En dan staat er dat de dauw van de Hebron zegent dan Sion, de bergen van Sion. Maar de bergen van Sion zijn 250 kilometer verderop. Dat kan helemaal niet. Hé, klopt dan de Bijbel niet? Hé, de zalving. Wat wij kunnen doen voor eenheid, dan gebiedt daar de Heer de zalving. Oké, dat doet de Heer dat. Maar waar het niet kan, dus van die Hebron naar, dat is onmogelijk, maar bij God is wel mogelijk. En dat deel doet God met een wonder. Daar gaat God een zalving geven. Dan maakt het niet uit of het 250 kilometer is, of dat het op de baard is wat dichtbij zit. Het maakt niet uit. Er zal een zalving komen, omdat God het zegt. En God doet onmogelijke dingen. God kan zalvingen geven, daar, ver weg, dichtbij. Maar het punt is, we mogen dat geloven. Ik vind het mooi. En dat heeft iets te maken met die eenheid. Familie zijn, als kerk zijn we geroepen om mensen die eenzaam zijn, om mensen die het nodig hebben, single moms, ik ben trots. Die hebben misschien vanmorgen niet zo'n leuke moederdag missie gehad. Omdat er geen man in het gezin was, geen vader, geen partner die daarbij was om dat te helpen organiseren. Lieve mensen, laten we elkaar zegenen. Laten wij geestelijke vaders en moeders worden voor de mensen om ons heen. Om hun een zegen, een bemoediging, een troost, een cadeautje te kunnen geven. Van hey, ik zie jou, ik ben trots op jou. Weet je, je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig. En ik ga even gauw verder.
Laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Dus wat eerst in het hand is van de vijand van in de duisternis, dat wil ik in bezit krijgen. Dat wil jij toch ook? Je wil dat dingen terugkomen. Je wil dat je hele familie later met jou in de hemel komt, toch? Je wil dat dingen heel worden, mooi worden, weer zoals God het bedoeld heeft. Dus laten wij daarvoor gaan, die duizenden van tienduizenden. Ik ben blij dat we met City Life Church al op 9 plaatsen zijn. We kiezen ook ervoor om Groningen er al bij te tellen, omdat zij al echt een mooi, stevig, sterk team hebben. We kennen de leiders al vanaf het begin met Assen, dus dat is al 8 jaar. En daar hebben we geloof in, weet je wel, dat is mooi. Dus we zijn aan het bidden. Bid mee voor ons, voor 10 plaatsen. Bid mee, nu, op dit moment, voor 10 plaatsen. En dan zal de Heer wel weer wat anders geven. De Heer zegt niet zo gauw stop, nu ben je klaar of zo. Daar zijn we nog veel te jong voor. Eerlijk, we zijn nog veel te jong om te stoppen. Veel te jong. En weet je, maar God wil dat wij voor dingen bidden. Bid voor bescherming. Het is te gek, lieve mensen. Dat is 7,5 maand tijd. Ik een operatie met mijn been, gebroken been. Eerl 2 gebroken benen, botten en een dubbele operatie. Maar dat wij Breda voorgangersvrouw heeft een ongeval gehad, buiten haar schuld om. Een jaar lang pijn gehad, in januari geopereerd. Anesthesia. En we zien Priska in Tilburg, dat ze nu voor de 4e keer, in de korte tijd dat ze voorgangerschap heeft overgenomen, voor de 4e keer nu weer naar het ziekenhuis moest. We hebben Assen gezien dat hij een ongeval heeft gehad. We hebben Den Helder gezien met voorganger met zijn knie. We hebben Rotterdam, dat hun dochtertje Joy in de week dat ze naar Rotterdam verhuist om daar voorgangerschap fulltime over te nemen, dat het meisje diabetes krijgt en heel erg moet gespoten worden en zo vanaf haar 5e. Lieve mensen, we hebben gebed nodig om het werk van God te doen. Wij hebben jullie nodig, jullie hebben ons nodig. We hebben elkaar nodig. We zijn familie. En nou, vers 67, nog steeds van Genesis 24. Hij had haar lief, dus dan ziet de zoon van Abraham, Isaac, hij ziet dan Rebecca, hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. God denkt ook aan troost. Als er een moeder wegvalt of is gevallen uit je leven, dan wil God je troost brengen. Dat is mooi. Zoek naar Godvrezende vrouwen in je leven. Dat is mooi. En als je getrouwd bent, ga je niet meer op zoek naar een andere vrouw. Hè? Dat snappen we wel. Maar Genesis 25 vers 8. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom. Dus niet verkeerde ouderdom. Je mag blijven bidden voor gezond oud worden. Oud en van het leven verzadigd. Bid. Dat voor elkaar hebben we dat nodig. Dat je oud wordt en van het leven verzadigd. Mijn moeder is de eerste keer nu dat ze nu niet hier is. Ze zit in een woonzorgcentrum. En ze is de laatste maanden erg achteruit gegaan. Heeft volledige zorg nodig. En ook trouwens 2 botbreuken net voor mijn vrouwenconferentie. Maar weet je, je gaat door. Want God wil dat je doorgaat. En heb ik hier het laatste punt, dat is E. God is er in moeilijkheden. En dat is ook voor ons allemaal. En laten we met elkaar lezen Jesaja 41, vers 10. Fear not, wees niet bang. For I am with you. Lieve mensen, God wil met jou zijn. Dat is het doel. Je doel is niet wel of niet getrouwd zijn, wel of niet kinderen. Je doel, dat God met jou is. Dat God met mij is. In het huwelijk heb je God nodig. Jawel, zal Erad ook helemaal heel hard roepen. Vooral met overgangen en zo. Helemaal. En dan staat er, do not look around you in terror and be dismayed. For I am your God. Kijk naar je God. Zoek naar je God. Kijk naar hem. Van Heer, in je moeilijkheden. Heer, ik heb u nodig. En dan zegt God, I will strengthen. Dan zegt God, ik wil je bekrachtigen. Ik wil je sterker maken. En dat moeten we eigenlijk onderstrepen. And harden you to difficulties. Lieve mensen, er zijn momenten dat God niet de moeilijkheden weghaalt, maar hij wil dat je er mee om leert gaan op een goede manier en er doorheen komt. En dat is heel anders. Wij hebben 3 jaar geleden hadden wij een moeilijkheid wat in de kerk was en waar we helemaal van ondersteboven waren. En als je ziet, wat afgelopen jaar hebben we zo'nzelfde soort moeilijkheid gehad. En jongens, het was niet te vergelijken. Maar we wisten hoe we ermee om moesten gaan. We voelden het als, oh heer, dit vinden we heel moeilijk. Dit hadden we niet gehoopt en verwacht. En de ander waarschijnlijk ook niet.
En je gaat dan door. Want je weet, doorgaan met God. U bent bij me. En van u verwacht ik een zegen. Van u verwacht ik antwoorden. Van u verwacht ik dat u mij leidt op de goede weg. Niet een weg zonder moeilijkheden. Maar met mijn God. Met moeilijkheden. En ik kan alleen maar zeggen, als we nu terugkijken, zijn Erald en ik en de rest en ons skiteam en de kerk sterker geworden dan ooit tevoren. Mooier geworden dan ooit tevoren. Door moeilijkheden heen word je ook gevormd. En dan staat er, yes, I will help you. Yes, I will hold you up. God wil je omhoog houden en oprichten. And retain you with my right hand of righteousness. Just. Mooi hè? Er is niets te moeilijk voor hem. En ik had opgeschreven, wij zijn family. En als je het niet gelooft, hier heb ik nog zo'n dingetje. Family, family. Heel mooi, lieve mensen allemaal. En kerk is er met en voor elkaar. Om elkaar te helpen. Om elkaar aan te vuren tot goede werken. De blijde boodschap te verkondigen. Een licht te zijn in de duisternis. Mensen te redden van de ondergang. En van de eenzaamheid. Je bent kostbaar. Jij bent kostbaar. Precious. Kostbaar. Wij zijn allemaal kostbaar. God heeft zijn bloed betaald voor onze vrijheid. Eeuwig leven. Kostbaar. Ik zou haar zeggen, fluisteren tegen elkaar. Zeggen tegen elkaar, jij bent kostbaar. En dan sluit ik af met de laatste tekst. Filippiens 3, vers 17 uit de Message. Stick with me. Dat is een diepe. Wees dicht bij me. Kom samen met mij. Stick with me, friends. Vrienden. Keep track of those you see running the same course headed for the same goal. Dat is familie. Dat is kerk. Dat je samen met elkaar, dat je je ogen richt op degene die rennen voor, om dat doel van God, om zijn koninkrijk uit te breiden. Wat we met elkaar doen. Want je kan wel zeggen, wij lopen en dan heb je mensen die snel meelopen. Dan heb je de langzame lopers en dan heb je de slome lopers. Maar met elkaar doen we het. En het maakt niet uit waar je ergens zit. Want je mag je situatie hebben. Maar met elkaar doen we het wel. Maar heb je oog erop. En dan staat er, headed naar dezelfde koers voor hetzelfde doel. En dan staat er, there are many out there taking other paths. Er zijn zoveel mensen die daar niet bij horen. Die niet met je mee willen gaan. Die andere wegen gaan. Die andere doelen nastreven. En God zegt, kies voor hen die gaan voor zijn doel. En wees daar één in. Mooi hè? Dat is een nieuwe vorm van eenheid. Ik vind hem zo mooi. And trying to get you to go along with them. Ik vind het mooi. Dat is mooi. Lieve mensen. Wees sterk in de zalving, in de eenheid, in de kracht met elkaar. Dat God jou en mij kostbaar vindt en dat God met je is. En dat Hij je wil zegenen voordat jij zelfs het gevraagd hebt aan Hem om goedheid, goede tierheid te brengen in de wereld rondom ons. En om een zegen te zijn voor hen die rouwen, voor hen die eenzaam zijn, voor hen die hulp nodig hebben, voor hen die het zelf niet meer kunnen. God is een machtige God. Onze God wil jou en mij zegenen. 1000 keer 10.000 geestelijke zegeningen, uiteindelijk op de poort van de vijand te verslaan. Amen. Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert? Ons leven mooier en rijker maakt. Onze daden impactvoller maken. Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn?